Ja, nou ja, ik denk mooie ploegen. Als je naar verschillende groepen kijkt, dan had het zeker qua reizen en landen voor mij persoonlijk wat minder interessant geweest. En ik vind dit wel mooie tegenstanders. Roma, Lazio, mooie ploeg. Met ook een aantal ploegen met oude bekenden. De Vrij bijvoorbeeld bij Lazio. Nou, Kishna is daar net weg. Hoed ook, als ik me niet vergis. Nou, dan heb je Nice natuurlijk met mooie spelers. Speciale spelers als Balotelli. Daar hebben we altijd leuke discussies over in de kleedkamer. Maar ook, Wesley. Toch, die daar naartoe is. Dus ja, mooie ploeg om tegen te spelen. En Zulte Waregem, volgens mij speelt Timothy de Rijk. Dus altijd leuk om oude bekenden tegen te komen. Overwinteren, dat zou wat zijn, hè, in deze pool. Dat zou heel knap zijn. Het zou heel knap zijn, maar het is niet onmogelijk. We hebben een goed team. We kunnen gewoon goed meedoen. En ja, ik heb volle vertrouwen in onze elftal. En alle ogen zijn op jullie gericht, want al die andere ploegen liggen eruit. Jullie zijn de enige in de Europa League. Dus iedereen gaat echt nog met speciale aandacht naar Vitesse kijken. Ja, het geeft natuurlijk, ik zal niet zeggen een bepaalde druk. Het is wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? We willen met z'n allen dat het Nederlands voetbal beter wordt. Er beter vanaf komt. Nou ja, wat dat betreft ligt er nu al bij ons wat verantwoordelijkheid. Ja. Daar kom ik nog een oude bekende tegen, Onukaya. Ja, dat klopt. Samen gespeeld met hem lang geleden. Maar toen ik bij Anderlecht zat, heb ik ook al tegen hem gespeeld. Dus ik ben hem al een paar keer tegengekomen. En won je toen van hem? Volgens mij wel.